Goed, vandaag gaan we even kijken naar de Tachtigjarige Oorlog van 1588 tot 1648. Hij begon natuurlijk al eerder in 1568. We gaan dit dus even doorlopen en ik heb expres ook even de binnenlandse politiek en de religie even apart gehouden, omdat dat is ook al redelijk gecompliceerd. Daar ga ik nog even een apart filmpje aan bijden, zodat het een beetje uit elkaar wordt getrokken en heb je nu een beetje overzicht wat er dus in deze periode gebeurde. Wat belangrijk is... Om te weten is dat het in ieder geval heel goed ging in het begin tot en met 1600. Hè. Daar, daar breidde de Republiek enorm uit. Daarna een stuk terreinvlies. En nou ja, daarna een beetje een soort van evenwichtstoestand. Die eindigde in het twaalfjarig bestand. Van 1609 tot en met 1621. En. Dat heeft een paar oorzaken gehad dat het in het begin goed ging met de Republiek. Een daarvan is dat hè, Spanje op zich zijn handen vol had, ook aan andere landen. Het, was ook, het had ook een conflict met Frankrijk, hè, daar steunen het ook die, die, die katholieke lichaam. Nou, Engeland steunde de Republiek en daardoor hè, is ook twee keer die armada gesteund. Die armada's hebben er eigenlijk voor gezorgd dat de Republiek ontlast werd. En natuurlijk hè, met de Republiek zelf, hè, het werd als dus een opstandige, opstandige provincie, opstandig gebied werd het gezien. Dus die... Drie landen, Frankrijk, Engeland en de Republiek, hadden er baat bij om zich tegen Spanje te keren. En wat je veel ziet in de internationale politiek is dat landen zich kleinere landen zich keren in een bondgenootschap tegen een groter land wat zeg maar de macht probeert te grijpen. Dat noemen we de hegemonie. Ja, dus uiteindelijk geeft dat verbond, geeft de Republiek dus ruimte. En dat is even de reden ook waarom er dus ja, land terug wordt veroverd. Nou, een andere reden, zeker ook, is de persoon van prins Maurits zelf, een zoon van Willem van Oranje. Die krijgt in 1585 al het stadhouderschap van Holland en Zeeland en later ook nog van andere staten in 1590. En hier zie je ook dat het dat grote gedeelte door hem en Willem Lodewijk, met name het oosten en het zuidelijk gedeelte, worden heroverd of in ieder geval veroverd. En ja, dus er wordt enorm veel terreinwinst geboekt tot eigenlijk... De slag bij Nieuwpoort in 1600. Dan wordt er een onwijs risico genomen door nou, diep in de zuidelijke Nederlanden door te dringen. Aan ja, de Franse grens zelfs, uh, om daar de piratennest van Duinkerken op te ruimen. Nou, dat is natuurlijk onwijs risicovol. Hè, stel dat dat leger vernietigd wordt. Nou, dat is ook bijna, maar, ja, niet bijna gebeurd, maar het was in ieder geval een veldslag die, uh, re die wel gewonnen werd met, met heel veel moeite. Dus stel nou dat het mis was gegaan. En dat heeft uh, ook heel veel kwaad bloed gezet tussen uh, Maurits en van onder Barneveld. En dat heeft ook zeg maar, een beetje de periode weer ingeluid ook dat het weer slechter ging ook met de Republiek. En dat heeft er ook wel mee te maken dat hier rond deze periode, eerst 1598, Frankrijk het drievoudig verbond opzegde. En in 1604, of in ieder geval, dat uh, de vrede werd getekend met Spanje door uh, Frankrijk. En ook in 1604 ook door uh, Engeland. En dat betekent ook dat, dat er meer aandacht komt dan weer voor de Republiek vanuit Spanje. En dat betekent gewoon ook weer dat er terreinverlies gaat uh, Optreden, want hè, Spanje is natuurlijk wel het machtigste land in Europa. Nou, uiteindelijk zie je dat hè, door, door geldgebrek er wel weer ook vanuit Spanje een wens komt om uh, vredesbesprekingen uh, te gaan beginnen. Ja, dat is toch zeg maar, vanaf, vanaf 1606 ongeveer. En dan zie je dus dat dan in 1609 het twaalfjarig bestand wordt getekend. Nou uiteindelijk wilde ze eerst dat de VOC werd opgeheven en die mocht handelen op de oost en dat er geen West-Indische Compagnie mocht worden opgericht. Nou, uiteindelijk bleef de VOC wel bestaan, met name ook omdat Spanje de meeste belang had in, natuurlijk in de West, hè, in, in, in Zuid-Amerika, een in, in Caribisch gebied. En Portugal zat meer in, in Azië, maar dat is natuurlijk voor Spanje van secundair belang, ondanks dat het wel onderdeel was natuurlijk, van de Spaanse kroon op dat, op, in die tijd. Uh, uiteindelijk, hè, een groot strijdpunt is in ieder geval hè, dat, het religie. Ze willen allebei hun religies niet toestaan en nou, uiteindelijk hebben ze daarom niet ook een definitief vredesverdrag getekend. Ook natuurlijk omdat uh, nou, beide partijen dachten nog wel terreinwinst te kunnen boeken uiteindelijk ook. En dit was ook een bestand wat met name de, hè, de regenten, de Holland, goed uitkwam omdat het ook de handel ten goede kwam. En nou ja, goed, ik kom er straks nog meer op terug, maar het was daar wat, uh, wat bozer over. Nou in 1621. Loopt het bestand af en het wordt niet vernieuwd, en dan uh, de, begint de strijd eigenlijk uh, gelijk weer. En wat je dan ziet, is dat er met name door interne verdeeldheid, door de was bijna een burgeroorlog uitgebroken in, uh, in Nederland door die, uh, ja, de, die religieuze strijd die er ontstaat, wat ook een politieke strijd wordt. kom ik later dus op terug, in een ander filmpje. En die verdeeldheid uh, onderling leidt uiteindelijk ook wel tot verlies. De Republiek is niet meer wat geweest, dus Maurits is ook niet meer wie die geweest was eigenlijk ook. En uiteindelijk zie je dat pas, dat pas onder de nieuwe stadhouder, hein, Frederik Hendrik. Uh, dat dan het tij weer begint te keren. Hè. Zijn, naam, zijn bijnaam is ook de Stedendwinger. Hè. Een grote winst was ook de winst van uh, het beleg van Den Bosch, die hij uiteindelijk bewerkstellig heeft. En hij heeft bij al die belegingen ook uh, veel gebruik gemaakt van wetenschappers. Uh, Leegwater bijvoorbeeld, voor het leeg uh, pompen van uh, moerassen en zo. Dan zie je ook dat de wetenschappelijke revolutie daar een grote rol begint uh, te spelen. Uh, veldslagen worden steeds minder uh, doorslaggevend en juist, uh, het beleg juist veel meer. Uh, artillerie begint ook een hele grote rol te spelen. Fortificaties. Nou ja, allemaal dat soort dingen. En dan zie je in ieder geval dat. de, de republiek zoals wij die dan kennen. dat die dan ook steeds meer vorm begint te krijgen. En hier zie je dus dat ook. Die gebieden die veroverd worden. uiteindelijk onder Frederik Hendrik. Hier zie je zeg maar, de kernrepubliek. Dit zijn de staten. Generaal-landen, eigen staten, zeg maar. En dit zijn zeg maar, de veroverde gebieden. en die komen dus onder de staten-generaal te hangen straks. De generaliteitslanden. En dan is er nog de kwestie. Hè, nou, dat gaat gewoon slechter met, uh, met Spanje. Dus ze verliezen die oorlog. Ze zitten dus midden ook. in die dertigjarige oorlog. Dat speelt zeker mee waarom ze niet uh, alle aandacht. aan de republiek konden geven. en dus ook. Het, waarom Frederik Henrik ook zeker ook de rijminst kon boeken. Het gaat dus slecht met, 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 met Spanje. En dan komt er ook nog een opstand in Portugal en in Catalonië, wat ook weer gevolgen heeft, dus voor de strijd in de zuidelijke Nederlanden. En dan doet de Franse koning ook een voorstel, die dan in oorlog is ook tegen de Habsburgers in de Dertigjarige oorlog om. Uiteindelijk de zuid zuidelijke Nederlanden te gaan uh, verdelen. En dat gebeurt uiteindelijk niet omdat de Republiek, en terecht denk ik ook wel, een buffer wil. En hier zie je dat ook heel goed. Hier heb je dat machtige Frankrijk, wat steeds sterker begint te worden. En wat, 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 een steeds beter getraind leger begint te krijgen. ook. En wat is die oorlog. Dus aan, hè, die 30-jarige oorlog aan het winnen is. En dan heb je die ineens als zuiderbuur. Nou, dat gaat grote problemen opleveren in de periode hierna. Dus ze hebben ook terecht gedacht: van hier moeten we. Ja, hier moeten we, Spanje was echt aan het verzwakken, dus ook geen grote bedreiging meer voor de Republiek en een nieuw sterker zuidenbuur zou ineens wel weer een grote bedreiging zijn, ja, dat is vandaar dus dat ze niet daarop, dat Frederik Hendrik niet in is gegaan op zeg maar, die onderhandelingen met Richelieu, de kardinaal van Frankrijk en uiteindelijk wordt dus die, die vrede van Westfalen en de vrede van Münster getekend en dat betekent dus ook dat de Republiek nu officieel wordt erkend door alle staten van Europa en de republiek heeft ook echt een groot gekregen. Ook door die uh, Vrede van Münster, Vrede van Westfalen. En het is best wel. Hier zie je dan die, uh, de, de verdeling in 1648. En uiteindelijk is het natuurlijk ook best wel een beetje cru om te bedenken. Dat, nou ja, dat er niet zo heel veel is veranderd. De republiek is er wel op vooruit gegaan op zich. Maar dat bijvoorbeeld op religieus gebied. Hè, de republiek blijft gewoon protestants. En, het is, niet, en het, het is niet toegestaan om openbare missen van andere religies. En hier zie je dan dat de zuidelijke Nederlanden gewoon. Katholiek blijven. Dus wat dat betreft is er sinds het 12 uh, niet heel veel veranderd. Maar de Republiek heeft wel degelijk wel wat uh, terreinwinst geboekt. Ja, met name hier bij Limburg.